Welkom bij aflevering 7 van Princess Peach Showtime. En op deze etage moeten we nog een cowgirl worden met Peach. En daar is ze weer hoor. We zijn terug in het Wilde Westen. Als je dit nog steeds een vet gamepje vindt, doe duimpje omhoog. Ja, daar help je mij heel erg mee. En abonneer als jij van Nintendo houdt. En geniet van een aardbeving in het Wilde Westen. Oh, dit is geen aardbeving. Dit is een megatrein die als een malle aankomt rijden hier, joh. Ik denk dat we op die trein moeten gaan springen straks. Oh, die trein heeft alles kapot gemaakt hier. Onze huizen, als dit zo doorgeplaatst. Blijft er niet heel. Wat kunnen we doen tegen een trein? Oh, daar is een paard. Lekker, man. Hallo, paard. Ja, let's go. Let's go, Peach. Het paard glimt. Dit paard wil denk ik stiekem een eenhoorn zijn. Daar gaan we. Dit is vet. Dit is super cool. Ja, dit vind ik nu al een leuk level. Hoppakee, met die zweep pakken we deze grapjes allemaal aan. Wat was dat? Moest ik dat gewoon wegslaan? Even hier naar boven. Naar beneden. Die bol pakken. Ja, zo, dat is weer een muntje. Zo, en dan deze grap. Hoppa, lekker. Oh, hier naar boven. Spring. Grappie pakken. Ik ga hier naar beneden. En misschien is hier... Dit moet ik denk ik slaan. Dan gaan we hier allemaal muntjes pakken. Dan moet ik... Oh, spring. Oh, spring. Ja. Waaah, dit gaat allemaal maar net goed. Oh, ik had even geen focus. Oké, die gaan we wegslaan. Pakken we hier die muntjes. Ga ik hier naar beneden. Pak ik deze grap. Zo, hoppakee. Oh, daar is de trein. We vermorselen dit hele stadje, zegt die grappie in de trein. Nou, ik denk het mooi niet, maat. Denk het mooi niet. Dat gaat helemaal goed komen. Wij gaan jou vermorselen, denk ik. Oké. Oké, dit ging ook weer maar net goed. Zo, zo'n sterfragmentje. Nog meer. Deze pakken wij. Ja, lekker. En we hebben de hele ster te pakken. Hotseflots. Top dit. Dat is ster nummer 2. Kristal nummer 2. Stellen zegt verderop is een schans. Dan moet je over de... Wat, dan moet je op de trein springen? Oké. Is goed. Dan gaan we. Sorry paard. Tot ooit. Bedankt voor je hulp. Oh, deze muziek. Ja, dit vind ik een leuk leveltje. Dit is heel top. Let's go, Peach. Dat ging ook weer maar net goed, hè? Oké. Doorlopen. Lekker rennen. Dat deed even pijn, denk ik. Doorrennen. Jump. Oké, we gaan naar de voorgrond. We gaan naar de achtergrond. De trein die komt helemaal los. Jump en jump. Heel goed. Wat kunnen we doen? Nou, ik ben hier. Cowgirl Peach. De trein raast op het volgende stadje af. We moeten iets doen om de trein te stoppen. Snel! Is goed. Eens even kijken of hier iets is. Nee, oké, dan ga ik hier naartoe. Oké, het deurtje openmaken. 1, 2, 3. Ik had er niet onder de deur moeten blijven staan, denk ik. Hallo. Jullie gaan niet die meneer pakken, hè? Oké, wat gebeurt hier nou weer allemaal? We laten je er niet door. Begrepen? Nou, dat zullen we nog wel eens even zien. Ik moet denk ik deze zo pakken. Zo. En dan hier kapot trekken. Heel lekker. Je hoeft hem er niet door te laten. Ik ga er zelf al door. Wat is dit? 2 grote munten en springen. Yep. Oké, cool. Wat moet ik met deze tonnen doen? Die moet ik denk ik op hun gooien erachter. Ik had ze bovenop hun alle 3 moeten gooien. Maar ik heb alles misgegooid, denk ik. Oké, dat is 1. Dat is 2. En dat is 3. Ik heb alleen nu de ster niet te pakken, denk ik. Maar dat is dan jammer. Oké, we gaan door. Ja, zo. En dan grapje pakken. Cool. Oké. Easy, geen probleem. Gewoon erdoor. Oh ja, deze gaan wel pakken. En springen, maar niet op tijd. Ja, vet cowboy level dit. I love it. Ik vind het cool. Cowgirl level is natuurlijk in dit geval. Wat ben jij, stijfkop, zeg? In dat geval. Bam! Oké, paard. Paard. Ja, ik wist het. Paard is lekker meegerend, joh. Wat een braaf paard. Het is ons gevolg. Het is een toppaard. Wat ziek idee. Kom op, paardje. Hij heeft alleen nog maar de voorkant van de trein, joh. Dit voelt ook wel een beetje als Link. Als Link met Epona samen. Oh. Oké. Wat gaan we doen? Jeetje, man. Oké, ik moet wel eerlijk zeggen, hij is wel heel het stadje aan het afbreken. Ik pak deze en die gooi ik zo bovenop. Lekker. Zo moeten we dat doen. En dan moet ik nu even zo'n wiel pakken, denk ik. Wat ziek idee. Haha. Noep. Wacht. Ben je nou nog steeds sneller? Hoe dan? Ja, dit kan helemaal niet, joh. Dit kan helemaal niet. Lekker, Peach. Go. Bam! Heerlijk dit. Daar ga je, maat. Daar ga je. Hoppakee. Godzieke. Oké, die schoorsteen ding hebben we ook weer. Ja, en dan eroverheen. Ja. Dit was het, man. Dit was het. Lekker. Dit was een super cool level. Een van de leukste levels tot nu toe. Kijk deze pose. Net Beyoncé. Dit is een Texas. Maar kunnen we nu ook gelijk de cowgirl bevrijden? Ja, zo te zien wel. Kijk. Ja, dat kan. Dat gaan we ook gelijk doen en dan gaan we daarna die baas even klappen hier zo, die hier nu terecht komt. Oké, waar is de cowgirl sprankteur? Waar zit jij opgesloten? Oh, daarboven, rechtsboven. Dat is dit deurtje. Oké, daar gaat ze weer.
En daar is Paarntie ook weer. Waarom is Paarntie zo in paniek? Nee, we moeten de sprongteur redden, want de trein rijdt keihard op hem af straks. No! Ja, awesome. Daar gaan we. Oké, let's go, Peach. Tempo. Je hebt geen tijd te verliezen. Oké, ik wou die Tom pakken, maar dat was blijkbaar niet de bedoeling, nog? Hartstikke idee. Jij hier komen. En oké, de ster gaan we pakken. En dan hier komen allebei. Lekker. Jump. En go. Ik denk dat we nu op de trein moeten springen. Ja, zie je wel. Ik wist het. En jump. Vet. Heel vet. Oh, hier kunnen we er weer af. Moeten we er weer langs? Oh, blijf springen. En nog een keer. En nog een keer. Hartje. Oké, en door. We zijn al aan de voorkant van de trein. We kunnen de sprongteur nu gaan redden. Hij komt eraan. Oh my god. Ik wou hem gewoon tegenhouden, hè, die trein. Kom op, paard. Come on, red hem. Ja. Daar is die. Met zijn cowboyhoed met horens. Lekker, man. Oké, doei, trein. Dag. Hoe is het dan? Alles lekker met jou? Dankjewel, ik dacht dat ik er geweest was. Oké, partner, laten we hier snel wegkomen. Na afloop trakteer ik op een glas melk. Oh nee, de brug. Kapot. We're packing with it on. Zeg, waar is je paard gebleven? Oké, daar is paard gebleven. Oh, die heeft een koets gehaald. Je maatje heeft zin om stevig te draven. Ik neem de teugels wel. Klim achterop. Oké. Jij neemt mijn paard nu gewoon over. Beter spring jij goed, maat. Gelukkig. Oké, ik sta nu dus achterop dit ding. Wat ziek idee. Hoppa. Hotza. Lekker. Ik krijg kippenvel van deze tafereelen. Ik vraag me... Die dingen gaan kapot. Oh, niet? Ja, wel. Die gaan wel kapot. Lekkere sprong, maat. Er komt een sprong aan. Oké, spring goed, hè. Oh, ik moet springen. Ik moest springen. Oké, waar is mijn maat? Oké, mijn maat is verdwenen. Ik weet niet waar die is. Hopelijk gaat het goed met hem. Ik heb geen idee. Ik kom hier niet weg. Jawel, hier, ik help jou. Geen probleem. Dankjewel voor het lintje. Oké, maken we hier een brug van? Oké, we moeten doorspringen. En we hebben weer drie... Auw. Ik deed de verkeerde knop. De trein spoort niet. Aha. Flauw. Pak al deze gekke vijandjes. Smijten ze naar voren. Oké. Jullie pakken het de andere weg. Jeetje, wat een... Trippy road dit. Spring erop, is goed, ik kom eraan. Wel vet gedaan dit hoor. Heel leuk. Oeh, daar zijn we goed weggekomen zeg. Hopelijk vinden we snel een uitgang. Oh, pas nou op, ik hoor wat. Ik hoor wat, maat. Daar komt de trein aan. Noo, we hebben geen... ik moet die dingen moeten pakken. Auw. Stop, nog een keer. Gooi, nog een keer. Gooi. Oké, ik heb nu de schwung te pakken. Zien jullie het? Zien jullie mijn schwung? Ik had echt een hele goede schwung. Wat een ziek idee. Later. Oeh, ik kan nu een cowboy outfit krijgen. Een cowboy jurk. Die lijkt me best wel cool. Oh nee, dat was een lintje voor Stella. Laten we die kopen. Hij heeft wel een coole hoed, man. Ik wil die hoed ook hebben. Ja, dat ging er wild aan toe. De winkel schijnt nu een speciale jurk te hebben. Oeh, ja, we gaan cowboy stijl. We gaan samen in cowboy stijl. Dat vind ik vet. Ik blijf cowboy zeggen. Sorry, dat is automatisme. Laten we eens even koekeloeren, Dan. Oké, Peach. De speciale cowgirl jurk. Let's go. Deze kopen wij. En Stella... Jij krijgt hier dit lintje. Alsjeblieft. 500 muntjes. Maar ik gun jou. Het is tijd om een baas te verslaan. Kom op, Stella. De volgende moet eraan gaan geloven. Daar gaan we. Er zit opeens een kat achter mij, joh. Oh, dit is wel freaky kat. Miauw, dus jullie zijn nou die Peach en Stella. Ja, dat zijn wij. Wat een flauw. Ik wil in mevrouw. Gravestone Hill-stukken spelen jullie nou. Wat een rol van betekenis. Hebben jullie zoveel vertrouwen dat jullie mij, de bewaker van deze duistere deur, kunnen verslaan? Wauw. Oh, wat een freak. Dat zijn jullie liberaal. En deze kat in het nauw maakt de rare sprong en miauw. Oké, maar hoe gaan we deze verslaan dan? Dit is coolie's kat. Oké, dan moet ik door die holletjes heen of? Wat zullen we moeten doen? Oh, kijk, muizen. We moeten iets met die muizen doen. Dat is een bom. Oh, en dan... Moet ik... Moet ik die bom er tegen haar pootjes slaan of zo? Oh, jeetje. Wat gebeurt er? Oké. Ja. Wat de heck? Wat moeten we doen? Ze sloeg denk ik op die bom. Ik denk dat dit goed was. Oké, we hebben één keer geraakt nu. Beetje onduidelijk, maar maakt niet uit. Hier,
Jongen. Doe eens even rustig, oké? Okay. Nu willen ze die bom weghalen natuurlijk. Maar dat mogen we niet laten gebeuren. Maar wat? Wat als ze nu die bom pakt? Ik snap helemaal niet... Ik snap niet hoe dit werkt en waarom ik geraakt word. Oké, ik moest er blijkbaar opspringen of zo, op de poot. Of ik moet de poot raken. Ik moet de poot slaan. Oké, wat gaat er nu gebeuren? Of is het nu? Moeten we nu op de bom laten slaan? Ja, kijk. Ja, oké. Ja, dat is een beetje onduidelijke baas. Maar we gaan goed. Gekke kat. Oké, kat. Ik denk nog één keer, hè? Daar is die weer. Daar is de muis. Dan komt daar een poot. Oh, kijk. Ik heb nu de poot geraakt. Zag je? Toen die omhoog ging, toen deed ik iets. Kijk, nu heb ik die poot geraakt. En dan... deze poot heb ik niet geraakt, maar maakt niet uit. Ja, doei. Kom maar, pak die poot. Ja, top. Kan die niks doen. Oké, daar is dan nog de andere poot. Kom maar, sla maar op die bom. Oh, oké, dat is dus blijkbaar niet de bedoeling. Ik dacht dat het misschien een goed plan zou zijn. Maar blijkbaar niet. We moeten de bom het laten overleven. Nu heeft de bom het niet overleefd. En nu? Nu gebeurt er dus niks. Oké, geef niet. Nu weten we tenminste wat de bedoeling is. De bom gaat lekker de hoek in. Zo, die gaat slaan. Dan ga ik de poot slaan. Ja, wegwezen. Weg ermee. Ja, nog een keer. Deze en deze. Ja. Easy. Oké. Dit haalt de bom ook niet weg. Ga ik deze poot pakken. Ja, cool. Deze gaat mij slaan. Helemaal goed. Pak ik eerst die en dan die. Zo, dan gaan we voor de derde keer. Hotseflots. Lekker. Bye bye, kitty catty. Doei. Nice. Hebben we weer een etagetje gered, hoor. Yo. Lekker dit. Zo, dat was een tegenstander voor een formaat, niet waar? Gelukkig is deze etage nu weer normaal. Je hebt inmiddels in heel wat toneelstukken je kunsten vertoond. En ik ben er zeker van dat niets of niemand je kan tegenhouden, zegt Stella. Ja, maar er is ongetwijfeld nog een verdieping waar we naartoe moeten. Of wat is dit? Is dit een speciale portal? Ergens... Wat is naartoe? Wat is dit? Dat is de lift. Oh, dat is lekker. Dan kunnen we makkelijker nu naar de kelder. Hoeven we niet steeds heen en weer te lopen. Dus even koekeloeren dan. Naar deze mooie lift. Gaan een etagetje naar boven, naar de derde etage. Oef. En ook hier is het weer foute boel. We hebben weer een detective missie. Een kung fu verhaal. Gestolen standbeeld daarboven. En hier ninja. Oeh, ninja en kung fu in één video. Dan gaan we helemaal los. Dat lijkt me ook wel lach. Laat even weten wat jij de vetste superpower vindt van Peach. Doe een duimpje omhoog en abonneer. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Mazzel.